Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan, ja, dan ga je dood. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes, speciaal voor volwassenen. Vandaag live vanuit het Zottekot in Pilderbos. En ik heb hier naast mij de geweldige Tits van Duren, improvisatrice, die mee gaat vertellen. Tits, wij hebben een opdracht gekregen. Het is van iemand die LSD heeft gepakt, denk ik. Namelijk Gudrun van het Zottekot zelf. En de titel is: er was eens een stoel die een belastingbrief moest invullen. Ik ben zelf ontzettend benieuwd. Ja. Waar dit naartoe gaat. Hier gaan we dan. Er was eens een stoel die een belastingbrief moest invullen. Het begon allemaal op een hele mooie zomerdag in augustus. Dat had ik ook kunnen verzinnen. Yep. Het was een warme dag. Het was vlotjes 33 graden en iedereen die op de stoel kwam zitten, had een zweetreed. De stoel in de hoeve van de familie Janssens had er dus al best een zware dag op zitten. En toen moest de post nog komen. De post kwam langs zoals elke dag in augustus en stak een brief in de brievenbus. Want dat is wat mensen van de post doen als ze langskomen. En voor de eerste keer in de geschiedenis was er een brief bij voor Rutger de Stoel. Want dat was zijn naam, Rutger. Rutger kreeg het nieuws dat er voor hem post was aangekomen. Het eerste gevoel dat Rutger daarbij had, was een gevoel van opwinding. En Rutger dacht, yes, mijn eerste liefdesbrief. De vrouw des huizes van de hoeve, de mevrouw Janssens, kwam naar Rutger en zei: Rutger, hier een brief. En legde een brief op de rug van Rutger. De rug, dat is waar iedereen op gaat zitten. Hè? Hoe heet dat van de stoel? Het zitvlak, maar dat was zijn rug eigenlijk. Ja, zijn ogen zaten eronder, ja, je moet dat weten. Ja, dus Rutger die hield het niet meer. Hè. Die voelde dat gewicht van die brief en die denkt: oh, dat is een dikke brief. Daar zit echt iemand, heeft daar stukjes houtschilfer van zijn eigen zitvlak ingestoken. Dat is sowieso een liefdesbrief. Maar hoe doen een stoel een brief open? We hebben daar even over nagedacht. Rutger ook. Maar gelukkig had het gezin Janssens een kat. En die kat, ja, die zag direct het probleem. Die springt op de rug, pakt de brief vast en met één nageltje doet de brief open. En Rutger zegt: hé, kat, leg de brief even onder mij, dan kan ik hem lezen. En de kat pakt de brief en legt de brief onder mij. En hij wil beginnen lezen aan zijn liefdesbrief. En je moet u voorstellen, dit is echt een stoel met een excitement, dat heb je niet gezien. Die staat dus niet stil, hè. Dat is echt, dat is hout op steen, dat trilt, dat is heel dat duis gevoeld, die spanning. Ja, en dan las hem een brief. Rubriek 1a, vul in. Vul in uw naam. 1b, hoeveel heb je verdiend? Niks, dus dat is sowieso al heel gênant. Dat is al heel gênant, want hij was een stoel die niks verdiende. Nee. Iedereen ging gratis op zijn rug zitten. En hoe erg is dat? Alle mensen die werken weten dat als je werkt, wil je er iets voor terugkrijgen. Maar een stoel, eender welke stoel, dames en heren, krijgt nooit iets terug voor al zijn werk. Nee, integendeel. De meest gênante dingen moet een stoel kunnen verdragen. Mensen met winderigheid moet een stoel kunnen verdragen. Mensen met een slechte hygiëne moeten een stoel kunnen verdragen. Kinderen die denken dat ze een kamp moeten maken op een stoel. Maar maak het maar mee, hè. Maak het maar mee. En dat maakte Rutger allemaal mee. En nu kwam daar bovenop nog het feit dat hij belastingen moest gaan betalen op iets wat hem nooit had verdiend. Op zijn, gewoon eigenlijk. Op zijn. Dus dat was een druppel voor Rutger. Rutger zei: als het zo zit, dan stop ik met werken. Ja. En hij viel om.
Hij riep naar de kat en hij zei, breng mij een geel hesje. Ik ga in staking. En daar lag hem, midden in de hoeve van de familie Jansen, met een geel hesje over hem gedrapeerd, als een statement in hun living. Zo lag hem daar. En iedereen die voorbij kwam, die zei van, ja, die wilt niet werken. Dat is een luie stoel. Hoe kun je dat nu doen? Oh, de vakbond, oh, ze zijn er weer mee bezig. Oh, luierik. Ja, hij werd niet begrepen, Rutger. Maar het was maar later die week, toen ook de andere meubelstukken langzaamaan hun belastingsbrieven binnenkregen en eenzelfde actie ondernamen, dat de familie Jansen onder ogen moest zien dat het hier wel degelijk niet om een lone wolf ging, maar dat een actie van het volledige meubilair betrof. En het was niet alleen op de hoeve van Janssens. Nee, in heel Pulderbos lagen de meubelen in het midden van de straat, allemaal met een geel hesje, te reclameren van, godverdomme, het is genoeg geweest, gratis en voor niet werken. Het publieke leven lag stil. Hè. Op straat kon een auto niet meer passeren. Auto's gingen dus ook in staking, die moesten ook belastingen betalen. En het was iedereen die buiten was. Het waren Belgische meubelen, maar ook Zweedse meubelen. Die ook zoiets hadden van, kunnen we maar werken? Het waren de Zweedse meubelen zeker, omdat die overal wel een vijs misten en zo. Dat was onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. De situatie werd zo onhoudbaar dat de regering uiteindelijk moest ingrijpen. Hè? En de regering besliste toen iets heel belangrijk. Dat als meubels gebruikt worden, dat je vanaf nu ze lonerwerk moest geven. Dat ook aan die meubels hun gevoelens moest gedacht worden, naast de verloning die ze moesten krijgen. Dat meubels ook meubels zijn. En in Pulderbos hadden ze het begrepen. Er werd een groot feest georganiseerd. Alle meubels werden op een hoop gegooid. En opgestookt. Als voorbeeld voor alle andere meubels in heel België. En de meubels in de rest van België wisten van, oké, we hebben geen rechten. Als we niet doen, dan worden we kapot gemaakt. Net zoals de grote massacre van Pulderbos. Dat internationaal rond was gegaan. Dus wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je een belastingbrief hebt gekregen, doet dat hesje het. Vult die in en houd die bakjes. Want anders willen mensen van Pulderbos tegenkrijgen. Waar dat werken nog echt hoog in het vaandel wordt gedragen. Dank u wel. Slaap lekker. Tits van Duren!